De begroting kan het niet dragen als de koers waartegen het NIMOS personeel uitbetaald wordt, grote veranderingen ondergaat. Woorden van minister Silvano Jonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De bond bij het NIMOS is gisteren in actie gegaan omdat het personeel vindt dat de koers welke gebruikt wordt voor het uitbetalen van hun salarissen aangepast moet worden. De minister heeft vanmorgen een gesprek gehad met de bond. Hij zegt dat veel van de problemen bij het NIMOS stammen uit het verleden. De mensen hebben in der tijd hebben ze contracten getekend. Die uitgedrukt zijn in US dollar. En u begrijpt dat wanneer dat gebeurt, dat zeker bij een koersstijging, dat er issues komen. NIMOS is een stichting die subsidies ontvangt. En natuurlijk kan de begroting het niet dragen als de koers grote sprongen maakt. We hebben vanmorgen een heel vruchtbaar gesprek gehad met het bestuur van de bond. Ik denk dat we hebben de mensen dus gevraagd om de acties stop te zetten en we gaan ervan uit dat dat ook gebeurt. In de tussentijd zullen wij interveneren en proberen te komen tot een oplossing. De bewindsman haalde verder aan dat het personeel van NIMOS niet het maximale eist. Hij is van mening dat binnen het bedrijf een aantal zaken rechtgetrokken moeten worden. De enige voorwaarde die wij als ministerie stellen is dat zaken nu daadwerkelijk structureel opgelost worden. En dat we dus niet zullen kunnen doorgaan met het uitdrukken van contracten. Zeker niet voor bedrijven die gelieerd zijn aan de overheid en die de subsidie ontvangen. In US dollars of in andere valuta. Anders krijgen we over een paar jaar precies hetzelfde probleem. Mocht de koers weer gekke dingen doen. Dus ik ben heel optimistisch gestemd. Ik denk dat we binnen een week of zo dat we wel tot een oplossing kunnen komen. We gaan praten met de directie. We gaan praten met de mensen. We gaan proberen om te komen tot een structurele oplossing. Een beter overzicht op de salarisstructuur. En dan denk ik dat we dan uit de problemen komen. Minister Silvano Jonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Op dit moment zijn de salarissen van de medewerkers van NIMOS gebaseerd op een koers van minder dan 5 SRD voor een US dollar. De minister zegt dat de mensen een correctie vragen naar 7 SRD en 50 centen met terugwerkende kracht.